Op donderdag 25 maart is het in Schouwburg Venray tijd voor de eerste editie van Venray Big Business. Robert Hoelen van Omzetters organiseert het evenement in samenwerking met de Schouwburg. Venray Big Business is eigenlijk een eendaags evenement gericht op ondernemend Venray en omgeving. Dus voor ondernemers uit Venray, maar zeker ook voor ondernemers die buiten Venray afkomstig zijn en interesse hebben in de regio Venray. Wat misschien even goed is om te vertellen, ik heb voorheen 6 jaar bij de evenementenhal gewerkt en daar altijd de ondernemersbeurs, de ondernemersvakdagen georganiseerd. En van daaruit ben ik eigenlijk, sinds ik voor mezelf begonnen ben, en dat is in januari met mijn bedrijf Omzetters, was voor mij eigenlijk al snel duidelijk van, nou, daarop wil ik voorbeduren, daarop wil ik een nieuw concept neerzetten en dat is inderdaad Venray Big Business geworden. Ja, de beurs is eigenlijk niet specifiek op één branche gericht, dus niet zozeer alleen op dienstverlening. Het richt zich eigenlijk echt op Venray en het hele spectrum aan bedrijven dat hij is. Dus maakindustrie, automotive, dienstverlening. Idee is eigenlijk om bezoekers te laten zien wat er allemaal in Venray te beleven is op bedrijvengebied. En ja, dat er eigenlijk ook heel veel pareltjes zijn in Venray die men nog niet kent. Er zijn bedrijven die wereldwijd actief zijn. En het zou heel mooi zijn om die hier allemaal te verenigen. Een evenement dat mooi past in de filosofie van Schouwburg volgens mij. Ja, zeker. Ja, vooral omdat het regionaal is en het hele pand wordt in gebruik genomen. Dus ja, super fijn dat we weer aan de slag mogen en ja, dat met zo'n groot event. Ja. Ja, want hoe zijn jullie bij de organisatie betrokken? Nou ja, in principe heb ik alles met Robert samen geregeld. Dus Robert heeft mij benaderd. Zijn we gaan kijken naar of dit een geschikte locatie was. Zijn we door het gebouw gelopen. Ja, vanuit daar is eigenlijk de hele organisatie begonnen. Dus wij faciliteren de locatie. En ik organiseer als eventmanager eigenlijk alles met Robert. Gasten maken straks eigenlijk een route vanuit de foyers naar de Rabozaal, naar de foyer boven waar we nu staan en dan richting de Bolzaal. Zelfs een gedeelte van de artiesten wordt gebruikt. Dus eigenlijk lopen de gasten straks door het hele pand. Het leuke van het evenement is dat, dat we dus de, wat Roos ook al zei, de volledige Schouwburg benutten. Dus zowel in de vierde beneden, de vierde boven, de zaal boven als het podium van de zaal staan allemaal stands. Wat natuurlijk wel een heel leuk effect geeft. Aan de andere kant van de stands komt zeg maar ook nog een ruimte waar presentaties plaatsvinden richting de zaal. Dus allemaal volledig in het teken van Venray Big Business. Ja, we leven in een bijzondere tijd met veel coronamaatregelen. Toch een dappere stap om dan een beurs te organiseren. Ja, dat klopt. Ook wel een beetje spannend natuurlijk. Aan de andere kant zie je dat de evenementenwereld echt wel voorsorteert op zakelijke evenementen en hoe daarmee om te gaan. We gaan op 25 maart daar natuurlijk ook rekening mee houden. Misschien hoeven we er iets minder rekening mee te houden, maar daar gaan we wel vanuit. Dus alles is op 1,5 meter. Iedereen moet natuurlijk registreren. We kunnen misschien een x-aantal bezoekers maar per uur toelaten. Maar daar zijn we heel goed samen ook met Roos van de Schouwburg op voorbereid. En kunnen bedrijven zich aanmelden? Nou ja, dat kan zeker, want we zijn natuurlijk net begonnen. Vandaag is eigenlijk de dag dat ik het evenement officieel lanceer. Ik heb al behoorlijk wat afspraken staan, dus je ziet dat er veel vraag naar is. En vanaf dit moment staat de inschrijving open. Dus uiteraard kan men zich daarvoor aanmelden. Bedrijven die mee willen doen met Venray Big Business kunnen zich aanmelden via info@omzetters.nl.